Hoi en leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Vandaag laat ik een back to school make-up look zien. En ben jij benieuwd, blijf er vooral zeker even kijken, want de school gaat weer beginnen. Goed, laten we maar direct beginnen met de eerste stap en dat is dagcreme. Ik gebruik altijd voor mijn make-up doe een dagcreme. En zo blijft je huid ook lekker verzorgd de hele dag door. En dan gaan we nog steeds verder met de verzorging, want elke dag gebruik ik lippenbalsem en ook als ik naar school ga. Dus dat is dan ook wat ik nu ga aanbrengen. Als ik naar school ga wil ik wel dat mijn huid er nog een beetje normaal uitziet en egal. Dus in plaats van een foundation gebruik ik een BB cream, want dat is ook veel beter voor je huid. Dus dat is ook wat ik nu ga doen. Zodra dat er allemaal op zit, ga ik verder met de concealer en ik gebruik de concealer van de Primark. En deze is ook super fijn en ik wil wel als ik naar school ga een beetje mijn wallen bedekt hebben en eventuele pukkeltjes. Nou, de basis zit erop en dan gaan we door naar het volgende, namelijk poeder. Want je wil wel je gezicht afpoeieren, anders dan glim je de hele dag door. Dus dat is echt een heel belangrijke stap. Om mijn gezicht nog wat meer definitie en kleur te geven, breng ik nog een bronzer aan om te contouren. En dat doe ik eigenlijk vooral onder mijn jukbeenderen en op mijn voorhoofd. En dit geheel blend ik nog even uit voor een iets subtielere look. Wanneer dat gelukt is, ga ik verder met de highlight, want dat kan gewoon niet ontbreken in mijn look. En ik gebruik deze van Sleek en dan de onderste twee kleuren voor een iets glowier huidje. En dit maak ik af met een fixing spray, zodat echt de make-up de hele dag goed blijft zitten. Dan is het alweer tijd voor de wenkbrauwen. En die vul ik sowieso elke dag in, dus dat doe ik ook als ik naar school ga. Ik gebruik de donkere kleur en ik begin eigenlijk altijd aan de buitenkant en dan werk ik iets meer naar binnen toe voor een goede vorm. Nou, de wenkbrauwen zitten erop en dit maak ik nog even af met een wenkbrauwgel, zodat de wenkbrauw de hele dag goed in vorm blijft. Dan is het tijd voor de ogen en dit keer gebruikte ik wel oogschaduw, maar eigenlijk gebruik ik dat helemaal niet als ik naar school ga. Of nou ja, niet zo vaak. Maar voor een eerste schooldag is het altijd wel leuk om een beetje wat op je ogen te smeren. En ik gebruik deze bruinige kleur voor in mijn arcadeboog. En dit geheel blend ik dan nog even goed uit. We houden het lekker simpel en dan voegen we nog één kleurtje toe. En dat is een lichtere zilverige kleur voor iets meer glitter voor over mijn hele ooglid. En dan is de ooglook alweer klaar. Zo heb je dan toch wat extra's voor je eerste schooldag. Ik krul dan alleen nog even mijn wimpers en dan voeg ik nog wat mascara toe. En
bekende look maak ik dan nog even af met een klein beetje lipstift. En ik gebruik deze van MAC, de Velvet Terry. Dat is echt mijn favoriete lippenstift. En dat lijkt ook gewoon op je eigen lipkleur. Dus dat is ook gewoon heel gepast voor naar school toe. Maar ik vind dat je gewoon lekker moet dragen wat je zelf wil naar school. En dit was het dan, de make-up look die ik ga dragen als ik naar school ga. En wie weet heb je er wat aan. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en dat het geslaagd is. Laat me weten wat jij altijd draagt naar school. Abonneer je zeker eventjes op mijn kanaal om de video's niet te missen. En ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei doei!